Mooi, hè? Dat is niks voor jou, Koen. Fietsvakantie, daar word je moe van. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja. Nou, we zijn in ieder geval aangekomen, mensen. Dus we gaan zo de pont op. Zoals je kunt zien, zien we er fris en fruitig uit. Helemaal goed, we zijn onderweg. Lekker. Denemarken. Noorwegen. We zijn aangekomen en zoals ik al eerder zei, het is hartstikke mooi met veel sneeuw in de omgeving. En we hebben net iemand uit Oostenrijk gesproken en die zei, waar gaan jullie naartoe en gaan jullie hiken? Het blijkt dat 80% van de oppervlakte bedekt is met sneeuw. Dus dat is iets waar we niet op voorbereid zijn. Dus we gaan wel beginnen, we gaan kijken hoe het eruit ziet. En bij enige twijfel dan gaan we een ander plan trekken. Hey Henk. Hallo. Het is, even kijken hoor jongens, het is nu 11:50. Hey, schrikkelijk stil man, ga je mee? Ja jongen. Ja, hebben we. Kijk, moet eens even naar zijn pek duiken.
Goedemorgen. Het is dag 3. En ik heb redelijk geslapen. Niet helemaal super. Maar ik lig een beetje op een helling en dus ik reed een beetje naar beneden. Maar ja, er zijn erge dingen. Ik heb lekker warm gelegen, ondanks dat het volgens mij best wel een aantal graadjes vriest. Of heeft gevroren. Maar we hebben een waanzinnig uitzicht. Nou, we hebben nog een aardig stukje te gaan dus. Maar we zijn vroeg. Nou, we zijn lekker aan het wandelen. We komen hier de bocht om, heb daar nog even foto genomen. En we liepen hier zo, dit zijn onze sporen. En toen dachten we, nou stop maar even, want we horen water, we weten even niet waar. Dus toen zijn we snel deze kant op gelopen zo. En toen gingen we langzaam, lopen we hier naar het puntje toe, want dat is vast de grond waar ik op sta. En dan zie je mooi dit soort dingen eronder. En daar waren we al de hele tijd alert op, dus maar we weten nu ook weer waarom, want je ziet het gewoon. Dus oppassen geblazen. Doet niet veel in die jongen. Soms wil ik wat zeggen en soms denk ik, Jeff, zeg maar gewoon niks. Jeffrey aan. We zijn echt een paar uur lekker aan het lopen. Gaat hartstikke goed. Geen rariteiten meer. En de Mittelsboer is in zicht. Dus gaat lekker. Twee topdagen gehad. Echt topdagen. En er komen er nog een paar. Maar dit was toch sowieso wel heel bijzonder om mee te maken. Eigenlijk. De Hardange Vita in de winter. Wat zeg je? Ik zeg elandsporen. Elandsporen? Een grote hond anders. Alweer elandsporen. Gek van die beesten. Loop alleen maar in de rug. Nou, we zijn er bijna. Weer terug op onze oude stek. Naar beneden. In die twee hutten, daar gaan we slapen vanavond. Schitterende Ruffelij. Nou, fijn nog een stukje wintersport. Het is dat hij geen skizommer heeft. Maar het scheelt niet veel. Dit is normaal een wandelpad. Dan kan je wel zien hoe stijl het ook is.
Oké. Okay. Het ene stuk is best stijl, dus moet je echt oppassen dat je niet gelijk uitglijdt. Dan denk je nou lekker sneeuw, maar je zweet je kapot. Het voelt wel als 20 graden als het niet meer is. Als je even gaat zitten, dan denk je, oh ja, het is misschien maar een graadje of 5. En de telemarkt, kom. Ja. Voor de rest alles goed, Koen? Gaat helemaal goed. Goed zo, niks gebroken. Hey. Nog zin in? Ja, perfect joh. Laatste stukje? Laatste stukje. Ga jij nu naar beneden? Ik ga hier naar beneden. Oké, okay. Dan ga ik je filmen. Niet zo gek doen als ik deed, hè? Ik dacht me voorover op mijn buik naar beneden te gaan. Oh, dat vind ik wel een goed idee. Haal je camera weg? Ja. Is goed. Er zit mijn rugzak niet zo in de weg. Oké, laat zien. En dan bijt ik me daar beneden in die rotsen vast om te zorgen dat ik niet doorsnij. Ik vind het een helemaal goed idee. Kom maar. Laat maar zien. Dus doen we dat de volgende keer. Ja. Mag ook op je handen lopen. Oeps. Klein knieffootje. Dit is echt stijl. Het is gewoon 45 graden. Diepe, zachte sneeuw. De sneeuw is echt pap. Dus dat maakt het niet gemakkelijker. Kijk, het is gewoon heel lastig te lopen. Ik dacht misschien om een reet naar beneden gaan. Nee, het is te stug. Het is te vochtig. Van beneden af lijkt het helemaal niet zo stijl, maar als je bovenaan zat, dat zag je ook net. Dat is flippend stijl. Kijk eens een beetje naar beneden toe, hè? Of aan de zijkant. Dan zie je dat het best wel stijl is. Okay. Ja, moet je nagaan. In het begin hebben we een alternatieve route gekozen. Zijn we helemaal... Bushwhacking, dit soort steltes opgegaan. Leuke begeleiding. Ja, dat was leuk. Ja. Ja. Nou, welkom. Dit was hetzelfde stuk van... Er is even geen betere route. Nou. Ook nog een leuk stukje. Natuurlijk verloop is natuurlijk hetgene waar het prettig loopt over het algemeen. Dus dat is ook het wandelpad. En dat loopt onder water nu. Dus dat is weer een extra dimensie. Best leuk. Dat is toch wel echt een sublieme hike. Hey. Was oké? Ik zag die andere twee, die gingen ook bushwhacken naar boven. Ja, ik zag hem. Daar, kijk. Twee hikers. En meneer en mevrouw. Thank you.
de lekker water, joh. We staan weer lekker opgesteld voor de avond. Derde nacht. Beetje moeilijk plekjes te vinden, dus Koen staat een stukje verderop. Ik heb lekker mijn tentje gepitcht. Buk netje opgezet. Dus die staat weer prima. En ik heb lekker Vicky opgezet. Oh, daar heb je Koen ook. Dat is toevallig. De buren komen eraan. Ja, ik denk, maak maar even een fikkie. Ja. Wel zo gezellig. En dit denk ik, laat ik eens één keer in mijn leven van mijn berg af komen. Ik kan niet meer praten. Het is zo koud, het vriest daar min 10. Meen je dat nou? Ja, zeker. Echt wel. Ja, maar perfect vuurtje. Hè? Goeie dag gehad vandaag. Ja. Helemaal goed. Joehoe. Perfecte moi. Signor Jeff. Gracias. Cappuccino alla nuova. Salut. Proost. Is cappuccino nou nog niet op? Geniet ervan. Is echt niet normaal, ja. Echt. Maar ja, met zo'n uitzicht doe je er natuurlijk heel lekker lang over. Dit is mijn uitzicht. Niet verkeerd. Lijkt me zo. Ik heb het even wasje gedaan. Dan is die al te drogen. Mijn sokken. En onderbroeken. En een paar lapjes waar ik mezelf een beetje opfris in het ijskoude water. Ik heb mooie wasknijpen gemaakt. Natural way. Zoals je ziet, erg mooie plek. Gisteren was het echt arctisch, stervenskoud, keiharde wind, tent wapperde alle kanten op. En nu zat hij op dit ogenblik rustig bij. Beetje slordig, maar het komt vooral door de ondergrond. Ik sta niet helemaal vlak, het is erg moeilijk om hier een vlakke ondergrond te vinden. Dus ik was zo blij met deze, die heb ik al een half uur naar gezocht. Lekker gegeten vanavond, bij een kampvuurtje gezeten. En dit is mijn directe omgeving. Allemaal mooie berkenbomen. Zoals je ziet. En weer lekker pak sneeuw op de achtergrond. Het is een heerlijke dag vandaag. Prachtige dingen gezien, prachtige dingen gedaan. Meer dan ik ooit kon hopen. En als ik hem kan vinden, hij zit niet zo heel ver van Middelsboe. Want hij kon er niet verder lopen op dit trail. Het is eentje die ik met Renaat heb gelopen. Renaat, ik heb hem ook voor jou nog een keer gelopen.
Maar we kwamen op zo'n stroomversnelling kwamen uit. Echt een berg water, een bak water die vanuit de berg naar beneden kwam. Waarvan het niet duidelijk was waar die nou precies onder de sneeuw kwam. En daar waar het wel duidelijk was, was het ook heel duidelijk dat je dus daar niet overheen kon lopen. Want dan heb je het risico dat je er doorheen zakt. En dat je meegevoerd wordt door de stroom. Met backpack en al. Nou, en dan ben je kansloos. Dus dan we hebben ervoor gekozen om hier lekker onze tenten te pitchen. We waren vandaag lekker op tijd. In plaats van om 11 uur of zoiets. En dan om 1 uur of half 2 pas slapen. Zoals vandaag ook. Het was echt de slechtste nacht die ik ooit heb gehad. Maar toch, ja. Je gaat daarna weer dan ga je verder. 10 kilometer gelopen door zware omstandigheden. Door de sneeuw heen. Zonder sneeuwschoenen. Schuin omhoog, honderden meters hoogteverschil gepakt. En ja, toch lukt het. Je bent moe, maar je krijgt hier zoveel energie in dit gebied, in dit land. Echt fantastisch. Dus ik ga lekker naar bed. Ik zet mijn zorgmasker op. En ik hoop dat ik een paar uurtjes slaap kan inhalen. Nou, het water kookt lekker voor een bakje thee. En vanmorgen heb ik water uit het stroompje gehaald, lekker opgezet, lekker even gepoedeld en ik weet niet of Koen al wakker is of ook al aan het oppakken is, maar we gaan vandaag weer een stukje verder, dus ik trek in een bakje thee. Koen ligt nog duidelijk te ronken. Volledige radiostilte daar. Ik moet hier een beetje aan de bovenlijn vasthouden. Omdat ze... Ja, onderlopen allemaal stroompjes, dus daar gaan we geen risico's nemen. En dan maar de wat zwaardere route, maar wel zo veilig. Het is een makkelijke route. Ja, toch? Oké, man. Ja, dat is leuk. Een klein stukje stelte te gaan. Dus, dit is ons paadje naar beneden.
doen. Ik ben met uitkleden. Waarvoor? Naar een berg. Welke berg toe? Dom van de Trol gaan we. Ja, gaat vandaag gebeuren. Dus toch maar besloten te doen. 11 kilometer omhoog en dan morgen 11 kilometer omlaag. Dus weer eens wat nieuws. Dus behoorlijk stukje hier naar boven geklommen om hier te komen. Met de auto dan. En ik lul me dus in een hoesje omheen, dus de helft hoort hij niet. Opnemen. Mooi. Pauzeren, maar straks gaan wij daar naartoe. We zijn een of andere bult over. Dus benieuwd naar het terrein verder. Heuveltje af en straks weer heuveltje op. Het gaat maar door. Kom op, groen een beetje tempo, jongen. Rustig aan, dankjewel. Ik bedoel naar beneden straks. Dan pak je ijs. Heel snel. Nou, met het schuinste stuk gehad. Nu kan je weer recht doorlopen. Het onderste stuk was zo schuin dat je gewoon zigzagend omhoog moest. Anders gleed je gewoon bijna elke stap ga je uit. Dus weer iets overwonnen, hè Jeff? Zeker weten, jongen. Gaat hartstikke goed. Ik heb trek in de bal gehakt. Koen heeft trek in de bal gehakt. Wel ja, ga je lekker van boeren zo op de weg naar boven. Dus. Oh, gaan we boven halen. Ja, er staat volgens mij wel een patatkraam hoor. Nou, we zijn er uiteindelijk gekomen. Het is 5:05. We zijn even kwijt hoe lang we, of hoe laat we weg zijn gegaan. Maar ik vermoed dat we er een uurtje of 6 over hebben gedaan om hier te komen. Een barre tocht. Dus, maar Koen is blij. Ja, ja. Het is inderdaad vrij zwaar. Zwaarste tocht tot nog toe. Maar ook heel interessant omdat we ook echt even konden bikkelen. En we zijn toch best wel heel veel in staat op plek.
Zware backpacks door de sneeuw heen. Een heel grootste gedeelte moeten we door de sneeuw heen ploeteren. Waar andere mensen ook al doorheen zijn gelopen. Is dat god mee. Maar de beloning is er naar. Ja, zeker weten. Dan gaan we hier lekker proberen. Laatste avondje in Noorwegen. We zitten ongeveer 2,5 uur rij van Kristiansand af. En we zijn ergens onderweg gewoon de bos ingedoken. En dit plekje gevonden. Het is een klein beetje bewoond, maar dat doet er niet toe. En dat is goed. Het zal wel weer bewegen, maar boeiend. Laatste kampje. Nog even de laatste dag nog even lekker genieten, dus we nemen nog even een pizza. Wat is het? Schat goedkoop. Het is mager.